Kijk, dat is een paar redes hoekom het moeilijk is voor een vrouw met chlamydiaan te wees. En ek dink die eerste een is omdat daar so min lekker goed voor een vrouw mens al buiten. Is lekker. We don't get any of the fun holidays. Soos, waar is die maan vir ons ons snorre mag laat groei? Al wat ons kry is soos Women's Month. Anyone here? Women's Month, hoe kak is dit? Eerst keer toe ons, ek gehoor het, hier kom nou Women's Month, Jesus, ek was so opgewonde, ek het gedink, bevolk, ons gaan free chocolates kry vir die hele maand, of gratis vibrators met ons McDonald's, nou, dis nou een fucking happy meal. It comes with a toy. En hier, weet jy wat kry ons? Ons kry fucking, ek weet nie, optochte vir mishandeling en advertenties vir borstkanker, en ek dink, Jesus, that's not how you celebrate women. It isn't. En weet jy wat, ek blameer die TV, want as jy jou TV glo, nee, sal jy dink, ons doen fucking bolle makiesies as ons die yoghurt kry wat ons laat kak. En nou... Nou sal fucking babel hoentjie wat vir my sê hoeveel toiletpapier ek mag gebruik. That puppy dogs and toilet paper go together in the first place. Surely pussycats make more sense. En om het erger te maak, nee, om so 2 jaar terug, at Women's Month, dis al sekere tampon company, nee, ek gaan nou nie name noem nie, but just let me just say. Hulle het gedink, dis een goeie idee om free charms met hulle tampons weg te geef for Women's Month. Like free charms. I thought fucking fantastic. What woman doesn't like free jewelry? Especially that time of the month. Totdat ek besef het, daar sit 4 verskillende charms. Een vir elke grote tampon. Maar fuck, het hulle gedink, wie gaan dit dra? Do they think the first thing I want people to know about me when they meet me is how big my tampons are? You know that they think we're going to put a little charm bracelet together, you know? Hierdie ene is net een mini, maar dit was my eerste een. Hierdie ene hier is een regular, maar ek was baie opgewonde om hom te kry, want hy was 2 weke laat. En hierdie ene hier, dit was een super plus. This is from last year October when I was dating Sipo. Got that took you a second. Nee, like, listen to me, men, gentlemen, Owens, luister, voor hierdie jaar, as het vrouwenmaand wordt, dus Augustus, nee, ja, Augustus, as het vrouwenmaand is. Celebrate Women's Month by having a woman. Gaan kry vir jou een vrouw en geniet haar, want actually, women enjoy sex more than men do, we do. Ek kan het bewys. Ja, dan check it out, okay? This is what you do. Let's see if I only my. If I just fling her, okay? Druk hom in jou oor en dan maak jy so. Dis lekker vir jou oor, maar jou vinger voel fokkel. So volgende jaar kry vir jou 'n vrou en kok en geniet haar, ons wil hê jy moet. Enige tipe vrou, ek gee nie om nie. Lang meisies, kort meisies, asseblief, fokke naai kort meisie. Maar meisies, dik meisies, dik meisies is awesome, en ek praat nou nie chunky nie, ek praat fokke dik meisies, dit is cool. Kan hulle nie elleboog naai, hulle sal ek nie eens weet nie.